Voilà. Het is vandaag maandag 3 augustus en ik zit hier tegenover via Skype Jens Labrechts, Jens Mechaniek Labrechts. Welkom. Hi. Aflevering 250, lieve vriend. Proficiat. Dankjewel. En ik vond dat aflevering 250 niet compleet kon zijn zonder dat jij erin zit. Want, laten we eerlijk zijn, de eerste 10 mechanicasts waren onderdeel van de forecast, zeg maar. Waarvoor dank, want dat idee heb jij om mij gegeven. Alleen zit jij mee begonnen. Dan kan ik me zelfs niet eens herinneren. Ja, waarschijnlijk. Je zat er voor achter mijn gat, ja. Ik moet u trouwens ook proficiat wensen van Kim. En ook haar mee bedenken dat jij de studies voor Louise bekostigt. Om haar, ja, zij gaat waarschijnlijk aan een heel goede school kunnen studeren dankzij jouw hobby's. Dat ik hier wekelijks te veel geld bij jullie achterlaat. Ja, inderdaad. En het is nog altijd terwijl ik helemaal geen geld meer heb. Maar oké, goed. Ik blijf het gewoon doen. Fuck it, maakt niet uit. Even te zeggen, het zijn vaste boekenprijzen. Ik heb er niks mee te maken. Nee, ja, dat is waar. hoe is het verder, man? Mensen lezen boeken, hè. Dus ja. Ik ben gelukkig, hè. Het is het beste wat je nu kunt doen. Iets wat jij al jaren doet, hebben nu andere mensen ook eindelijk door. Dat je boeken, zeker comics, ja, dat is ideaal om nu de tijd mee door te brengen, hè. Ja. We hebben daar juist de Mechanicast. Hoeveelste was dat? Goh, deze is, ik ga het ook terug jaargang 3 noemen, omdat de eerste 10 afleveringen waren met u. Dat was jaargang 1. Dan hebben we een jaar erop zitten tot eigenlijk Free Comic Book Day van deze jaar dat niet door is gegaan. Dus jaargang 2. Dus eigenlijk zitten we al nu aan aflevering 2 van jaargang 3, van de gewone Mechanicast. Ah ja, dat vind ik super ingewikkeld, maar oké. Okay. Maar dus een aflevering of 30, denk ik, dat we gedaan hebben. Ja, klopt. Voilà, klopt. Dus dat is toch best wel... En heb je dat allemaal onthouden? Geen kloten. Jawel. Het is wel vaak zo dat als je inderdaad... Want je laat altijd een eerste issue zien van iets wat uit. Hè? Een eerste issue laat je altijd zien. En ook een eerste trade. En ja. Ik heb altijd wel van, hey, wacht eens eventjes, dat had ik al gehoord. Want dan is dat een half jaar eerder heb je dan die issue 1 laten zien. Hè? Dat werkt meestal. Ja, dus, en dan hoop ik altijd wat meer informatie te hebben. Omdat je met een issue alleen heb je niet genoeg info om te kunnen zeggen wat goed is. Nee, ja, dat is een ding, we hebben het er nogal over gehad en ook in andere dingen. Dat is het jammere aan hoe comicbooks nu zijn. Is dat er altijd 5 of 6 issues arcs zijn. En ja. Dat je niet gewoon een issue kan kopen en een issue kan lezen. Ja, voor zij die ontlusteren zijn of ontkijken zijn, deze is het moment dat je misschien even iets om te drinken kunt gaan halen, omdat deze het niet-comedian stuk is. Ja, maar er zijn nog niet-comedian stukken in. Ik heb met de Pele over muziek en met Wim Swerts, die gast heeft de tekening van deze cast gemaakt. Heb ik ook al, ik heb met 2 luisteraars gebabbeld. Dus het is van alles en nog wat. En ja, eigenlijk ben jij de laatste schakel. Nu heb ik iedereen die ik wou interviewen, die ik erin wou hebben, heb ik nu. En nu ga ik zo meteen, als dit stopt, ga ik het allemaal monteren. Heb je een volgorde in gedachten? Ja, ik denk ook, omdat jij ook de laatste bent, ben jij ook. Maar hierna komt, als de mensen dit aan het beluisteren zijn, komt hierna nog een derde deel met Alex, Maaike van Peel, Seppe en mij, want dat is in 3 delen opgesteld. Dat is al 2 uur aan zich, maar dat heb ik in 3 geknipt. Want dat was ook de bedoeling, dus omdat die live ging zijn. Maar dat ging normaal live zijn, maar daar zat corona voor iets tussen. Oké. Okay. Maar ik had het er ook met die, dus de 249, had ik het er met die Steve Scott ook over, dat hij die Marvel Adventures tekende van de Hulk, en ik denk ik dat hij gedaan heeft. En dat waren inderdaad comics die gewoon op zich stonden. Ja, en dat bestaat eigenlijk. Je hebt zo af en toe van die one-shots. Ja, maar wat Stan Lee zei ooit, hè, dat vond ik ook heel leuk. Elke comic kan iemand zijn eerste comic zijn. Ja. En die zou dan eigenlijk moeten kunnen volgen. Maar die tijd is. Nu doen ze dat met een korte inhoud. Hè. Met een korte inleiding. Denk je dat ook zo? Kunnen dat ook implementeren op de forecast? Kan elke forecast iemands eerste forecast zijn? Denk het wel. Ik, het is wel
Ja, als je niet weet wie ik ben, is het misschien een beetje raar, maar voor de rest. 9 kans op 10 is dat gewoon in de kelder met een gast die komt spelen die avond. En er zit geen continuïteit in mijn. Er zit geen verhaallijn in die je moet volgen. Van wat gebeurt er nu allemaal? Nee, het eerste verschil is, ik had toen toch nog een ietsje meer zwartere baard en nu zit er een beetje meer wit. De baard is een stuk witter geworden. En de pants, ik ben een beetje de Oprah Winfrey van de. Hè, die wordt de pants wordt dikker en dunner en dikker en dunner. En die is nu weer dik. Maar voor de rest is het eigenlijk. Nee, er zit geen verhaallijn in. Godzijdank. Misschien is dat het volgende wat we moeten doen. Ja, nu dat je meer visueel doet, gaat dat blijven doen of niet? Ik ben erover aan het nadenken om in de kelder. Ik heb een comic book store. Ik ben fan van visuele. Ja. Nee, het zou goed kunnen dat ik ga proberen, zodra de Joker weer openmaken, dat er weer evenementen worden, om in de Joker in de kelder een plekje te maken. Want nu is daar een rommeltje en zit iedereen wat door elkaar. Maar dat ik een plekje maak in de kelder waar de Fokkas altijd doorgaat. En dat ik daar ook een camera op zet en dat je dat dan kunt zien. En dat is wel een idee. Of dat gaat lukken, zullen we nog zien. Ik wil u trouwens ook nog speciaal voor uw 250ste, niet geheel ontoevallig, even een cadeautje voor u. Echt? Ik ben er net tijdens de vorige Mechanicast opgekomen. Ah ja? Het toeval wil dat er ook een 250ste nummer van een comic is uitgekomen. Dat heb ik net zelf gezegd, joh. Ja, Savage Dragon bij Image, dat is issue 250. Ja, dat bestaat sinds het begin van Image Comics. Ja, dat is begin jaren 90, dat is 1991 of zo. Ja, voilà. Toen kon ik net 3 jaar lezen of zo. En omdat dat ook nummer 250 is, kreeg jij die voor uw 250. Yay, daar ben ik kei blij mee. Dan kom ik over Savage Dragon. Maar dat is ook nog wel een goede comic, hè? Ik bedoel, ik ben die oude images vaak een beetje te veel tekeningen en te weinig inhoud. Maar dit is Savage Dragon is nog wel iets cools, volgens mij. Ja, er komt ook wel wat expliciet in voor. Zowel geweld als seks en dergelijke. Yes. Dus het is, ze noemen het gerne de brug tussen superhelden. En in de tijd noemden ze dat de brug tussen superhelden comics en Vertigo comics. Ja. Vertigo was wat meer Otijn. Ja. Zoals dat je bij de Europese strips zet, dan de graphic novels en de gewone strips. Ja. Was Savage Dragon zoiets. Dus voor u is het ook zo een beetje van, ja, misschien ze de superhelden comics lezen dan nog heel geren, maar wilde ook eens iets anders. Maar Vertigo of andere dingen zijn voor u misschien iets te hoog gegrepen. Sowieso, dus voor mij zeker. Ja. Een Savage Dragon voor jou. Keigoed, super bedankt. Ja. Alright, om af te sluiten nog één vraag. De podcast is 250, bestaat 5 jaar. Ja. Als jij 1 comic of strip of ding zou moeten zeggen van de laatste 5 jaar. Want jullie doen ook, ik denk dat jullie de Mechanic Strip 6 jaar doen, hè? Dus dat is een jaartje langer. Ja. Ja, dat dus klopt. Jullie zijn ietsje langer bezig dan ik. Dus jullie zijn begonnen in 2014 dan, of wat? Ja, op oktober 2014. Mijn podcast is november 2015. Ja, vandaag. Eén comic die je zou die iedereen moet hebben van de laatste 5 jaar. Iets uitgekomen de laatste 5 jaar. Dat is een goede vraag. Goed, hè? Had ik misschien wat op voorhand moeten vragen, zodat je erover had kunnen nadenken. Dat is geen probleem. Als ik echt iets heel goed vond van... ik ben een hele grote fan van eigenlijk het slotstuk van Jonathan Hickman met Marvel, zijn de Secret Wars toen. Ja. Dat was nog een van de laatste goede events bij Marvel. Ja. Jij bent fan van de oorspronkelijke Secret Wars. Ja, de jaren 80 Secret Wars vind ik super. De eerste keer dat alle Marvel superhelden samenkwamen in een gevecht, zodat de toy companies eigenlijk een lijn van actiefiguretjes kunnen. Daar kun jij waarschijnlijk meer van zeggen. Ja, daar heb ik zelfs ook al in een andere podcast over zitten lullen. Maar inderdaad, want het grappige is dat Hobgoblin zat daarbij, maar die zit in die hele fucking ding, voilà. Zit die in. Maar en dan Jonathan Hickman heeft zijn versie daarvan gemaakt, met alle tie-ins en weet ik van wat. En dat is keigoed gedaan. En ook zeer mooi getekend door die Secret Wars. Dat is ook wel echt een aanrader. Ja, vind ik ook. Ja, hoor. Dat is getekend door, hoe noemt hem, dan zet ik het zelf even kwijt. Is dat Ribic? Die heeft in de tijd ook Jason Aaron zijn Thor terug begonnen. Just. En ja,
En het coole hieraan is om maar iets te zeggen, op een gegeven moment werd Thanos zijn ruggengraat uit zijn lijf getrokken, alsof dat niks is, door Dr. Doom. Ja, zulke dingen gebeuren alleen maar in comics, maar is zeer, zeer cool gedaan. Op een manier dat je denkt van, ja, dat is een gemoderniseerde klassieker, want er wordt heel veel gerefereerd naar de oorspronkelijke Secret Wars uit jaren 80. Uit de jaren 80, die u bekend zijn, met bijvoorbeeld een ruimteschip dat op een reddingsboei lijkt en zo. Dat zijn allemaal dingen, aspecten die gebruikt worden. En in de tweede Secret Wars is het ook Dr. Doom die er allemaal achter zit. Ja. En dat is in deze ook. Ja. Dus, nee, maar in de eerste is het eigenlijk een soort godfiguur, maar Dr. Doom steelt hij zijn krachten. De Beyonder, die bizar genoeg een kerel is, die heel hard trekt op... Hoe moet ik het zeggen? Die in een wit leren fraksje aan. Heel raar. En zo van die permanente zwarte krullen. Ja, dat ziet er niet uit. Heel 80's, die gast. Heel 80's. En dat is dan zo gezegd de god der godheden. Dus ja, dat is typisch 80's. En daar hebben ze eigenlijk in de voorbije 5 jaar, ik denk een jaar of 4 geleden, zeggen, 2015. Ja. Het was eind 2015, begin 2016, dus eigenlijk ook rond die periode, ja, klopt. Zeg, zit knal op het begin van uw podcast, hebben we FSD's in bundel uitgekomen en ik ben er wild van. Ik vind dat voilà, ik vind dat alle mensen dat moeten kopen en de oorspronkelijke 80's Secret Wars en sowieso zoveel mogelijk in de Mechanic Strip moeten komen om dingen te kopen. Zodat ik heel veel pintjes kan komen drinken zodra het terug kan in de job. Kijk, zo daar hou ik van. Super. Alright, lieve vriend, bedankt voor dit korte gesprek. Geen enkel probleem. Ik ga nu aan de montage beginnen. En mensen hebben het natuurlijk al gehoord, maar ik ga nu aan de montage beginnen. Dat wordt echt een soort monnikenwerk van lik me reet. Maar goed, blij je toch eventjes te zien. En tot heel snel, man. Fokker, houd je goed en proficiat nog eens. Tot later. Dankjewel. Bye bye. Bye.